Ik heb in het verleden natuurlijk wel vaak op het veld gestaan bij elftallen. En ook bij Jong Volendam heel erg in het verleden. Dat is echt wat anders. Maar nu pak je het op als hoofdcoach. En nou ja, we gaan zien hoe dat gaat. Maar ik heb er enorm veel zin in. Dus zul je fouten gaan maken? Ja, maar zonder fouten word je nooit wijzer. Hè? Want Volendam is een lastig club, toch? Waarom? Nou ja, Dick de Boer zei wel eens van, juist als een Volendammer een club gaat leiden, dan men is extra kritisch. Nee, maar ik kijk altijd vanuit het positieve. En als je probeert om daar weer nieuwe energie in te stoppen en dat op een bepaalde manier doet, dan denk ik dat je ook mensen heel enthousiast kan krijgen en ook spelers enthousiast kan krijgen. En ja, daar ga ik voor. Hoe denk je tijd te kunnen keren? Want het is de laatste jaren natuurlijk toch een beetje afgezakt, hè? Ja, tijd te kunnen keren. Kijk, ik sta voor, ik probeer altijd uit te gaan van attractief voetbal en aanvallend voetbal. Dat zullen heel veel coaches zeggen en heel veel coaches hebben daar allerlei manieren ook voor. En ook ik zal daar mijn uiterste best doen om daar het maximale uit groepen te halen. Nou, dan moet je kwaliteit hebben. Ja, ook daar natuurlijk moet je ook kwaliteit hebben. En je moet ook met de huidige spelers, die kunnen ook misschien nog stappen maken. Ja, maar er moet versterking komen. Er moet natuurlijk ook gewoon geld zijn om die spelersgroep beter te maken. Ja, dat weet ik van de heren dat ze daar ook druk mee bezig zijn. Dus ja, hopelijk komt dat in orde. Jij ziet Volendam regelmatig spelen, denk ik? Ik zie ze regelmatig spelen, ja. En dan zie je dat het heel wisselvallig is. Soms zit er heel goede fases tussen en soms ook wat mindere fases. Maar dat is ook inherent aan de keukenkampioenkampositie. Ja. Denk je dat het mogelijk is, Volendam zit nu al zo lang in de eerste divisie, dat Volendam weer de stap naar die Eredivisie kan maken op korte termijn? Nou, laten we eerst gewoon eens beginnen. En laat mij gewoon eerst eens een tijd starten en kijken welk proces we kunnen beïnvloeden. En dan zie je daarna wel hoe het allemaal gaat. Maar je hebt ambities, denk ik, een doelstelling toch? Ja, mensen hebben altijd ambities. Maar dat begint bij ambities en proberen een bepaalde energie teweeg te brengen. Wat uiteindelijk leidt tot resultaat. Is het ook de bedoeling dat je nog spelers die jij nog kent uit je tijd, je hebt daar lang gewerkt bij Ajax, die nu elders voetballen, dat je zegt van nou, die ga ik proberen naar Volendam te halen, omdat dat de kwaliteitsimpuls geeft? Nou, ik denk dat het vooral dat Volendam weer een club moet zijn waar spelers kansen zien om te ontwikkelen. En vooral daar moet je op kiezen dat Volendam een soort magneetwerking krijgt. Dat heel veel jeugdspelers denken, hey, dat lijkt me nou eens een mooie club om, wat daar gebeurt met die individuele benadering, om daarbij te horen.